Toen een broer en zus in plaats van een mooi nieuw appartement een oude verlaten vervallen stal kochten, lachte en veroordeelde iedereen hen. Maar een jaar later lachte niemand meer en hadden hun criticasters diep spijt van hun opmerkingen. Families kunnen groot, uitgebreid en onhandelbaar zijn. Sommige mensen kunnen niets ergers bedenken dan een grote familie hebben, laat staan met hen samenleven. Maar dit was de droom van Carlos Alonso en zijn zus Camino. Ze waren altijd al heel close en wilden als een groep of team samenleven. Daarom gingen ze op zoek naar een landhuis voor een uitgebreide familie. Natuurlijk was het vinden van zo'n op maat gemaakt huis voor zulke specifieke behoeften nooit gemakkelijk. En inderdaad, ze gingen door veel huizen, appartementen en nieuwe gebouwen op zoek naar de perfecte plek. Maar niets sprong eruit. Er was niets dat hen aansprak en zei, dit is de plek waar je naar op zoek bent. Het was allemaal erg inspiratieloos. Zo erg zelfs dat ze bijna hun droom opgaven. Dat was totdat ze een verlaten stal tegenkwamen op het platteland van Extremadura in Spanje. Ze herkenden meteen dat deze stal een bijzondere plek was. Natuurlijk was het verre van wat iemand als een luxe woning zou beschouwen, omdat het er oud en vervallen uitzag en al meer jaren leeg en verlaten was dan iemand wist. Maar tegelijkertijd was er iets aan dat hen gewoon fascineerde. Ja, het stond hoog op een heuvel en ver van stadswater of een elektriciteitsnetwerk. Maar Carlos en Camino konden voorbij de gevel kijken en iets nieuws zien, iets speciaals. Deze broer en zus runnen het wereldberoemde, prestigieuze architectenbureau Arbaton Architecture, gevestigd in Madrid, Spanje. Veel andere leden van de familie werkten daar ook, inclusief de echtgenoot van Camino en hun twee andere broers en zussen. Ze hadden gewerkt aan de meest ongelofelijke projecten die je maar kunt voorstellen. Het creëren van prachtige en unieke woningen op de meest adembenemende en pittoreske plekken. Maar het was een opus magnum om het ultieme huis te bouwen voor hun eigen familie. Was deze oude verlaten stal het soort locatie waar ze eerder aan hadden gewerkt? Nee. Zou het gemakkelijk zijn om daar iets te creëren? Ook niet. En als een klant het naar hen had gebracht en hen had gevraagd er iets mee te doen, hadden ze hem waarschijnlijk afgewezen. Maar wat dit gebied wel had, was een rijke geschiedenis. De provincie Cáceres, niet ver van de Portugese grens, is al generaties lang de thuisbasis geweest van talloze veeboeren. Carlos en Camino herkenden en begrepen de wijsheid van degenen die hen voorgingen. Ze wisten ook dat wat ze zouden creëren niet alleen gevoelig moest zijn voor de prachtige, afgelegen omgeving, maar ook voor degenen die daar eerder hadden gewoond. Over de keuze van de stal zei Carlos, wat we vonden was magnifiek. De ligging van de stal kon niet perfecter zijn en daar was een hele goede reden voor. Een ervaren veehouder zou zijn land en de omgeving ongelooflijk goed kennen en hij zou de beste plek hebben gekozen om een stal te bouwen. Een plek die het hele jaar door water en zon zou hebben. Natuurlijk was niet iedereen het eens met de beslissing van Carlos en Camino om de oude stal te kopen en om te vormen tot een nieuwe huis. Mensen lachten en bespotten hen en dachten dat ze gek waren om zo'n afgelegen en vervallen gebouw te kiezen om te transformeren. Ze zagen het als een onmogelijke taak, één die zelfs de meest ervaren en vindingrijke architecten niet zouden kunnen oplossen. Zelfs Carlos en Camino begonnen te twijfelen aan hun beslissing om een nieuw gezinshuis daar te bouwen, toen ze werden geconfronteerd met voortdurende twijfel van andere mensen. Ze lieten de woorden van criticasters en negatievelingen in hun hoofd kruipen en wierpen een schaduw over het hele project. Was de ranch de perfecte plek om een gezinshuis te creëren? Was het te afgelegen? Ze moesten deze gedachten uit hun hoofd zetten. Ze hadden een visie en ze zouden hun best doen om die waar te maken. En laat degene die lachten en bespotten maar zitten. En zo begon het werk aan het nieuwe pand. Het grote plan was om zoveel mogelijk van de oude stal te behouden en het te verwerken in het ontwerp van een nieuwe gezinshuis. De oude drinkbak zou een fontein worden, die in theorie zou helpen om het huis koel te houden tijdens de bloedhete zomermaanden. De ontwerper vermeldde zelfs dat de hooizolder bovenin slaapkamers zouden worden. Ze probeerden echt recht te doen aan wat er eerder was geweest. Het was voor ons belangrijk om zoveel mogelijk van de stal te benutten, zei Camino over de ontwerpen. Het heeft zeker de tand des tijds doorstaan. Het is er al jaren en als het zo lang stand heeft gehouden tegen de harde elementen, dan zou het een meer dan welkome toevoeging zijn aan het nieuwe gebouw dat we wilden construeren. En niet alleen dat, maar we wilden dat het huis echt in het landschap zou passen. Wat is een betere manier om dat te doen dan iets op te nemen wat er al generaties lang was? Het is gewoon logisch. Toch waren er nog steeds mensen die lachten en vasthielden aan hun gedachte dat het een volstrekt onredelijk en domme plek was om een woning te bouwen. Zelfs met de ontwerpen op een plek en met prachtige visualisaties van hoe het eruit zou zien als het compleet was. Sommige mensen gingen zelfs zover dat ze klachten indienden tegen de planningscommissie
En hoewel die klachten nooit tot iets hebben geleid, was het toch ontmoedigend om te zien dat mensen zo fel gekant waren tegen het nieuwe gezinshuis van Carlos en Camino. Toch gingen ze onvermoeid door. De bouw vorderde in een razend tempo, ondanks dat het in zo'n afgelegen gebied was. Ze besloten dat ze, omdat ze zo ver van het elektriciteitsnetwerk af waren, zonne-energie en waterkracht zouden gebruiken om hun huis van stroom te voorzien. Immers, de regio stond bekend om zijn lange, zinderende zomers en onophoudelijke zonneschijn. Dit, in combinatie met waterkracht uit een nabijgelegen, snelstromende rivier, zou ervoor zorgen dat het huis niet veel energie zou verbruiken. Bovendien doet het natuurstenen zwembad dienst als opslagtank voor irrigatie. Daarnaast wordt het afvalwater van het huis gezuiverd en opnieuw gebruikt op het terrein voor het besproeien van de velden waar het vee nog graast. Het voltooide pand is ongelooflijk weinig veranderd. Het eindontwerp is even subtiel als prachtig en groots, zelfs met de komst van de hele uitgebreide familie van Carlos en Camino. Het huis staat precies waar de stal stond, waarbij een groot deel van het oude gebouw een van de vleugels vormt van het prachtige huis. De zon blijft het op dezelfde manier raken en het water stroomt eromheen zoals voorheen, al vele, vele jaren. Zelfs een van de lokale veehouders, José Vicente Jiménez, wiens familie al generaties lang dit land bewerkt, kan gewoon doorgaan met zijn werk ondanks de komst van de familie. Zijn vee graast op het terrein en het is duidelijk dat hij blij is dat Carlos en Camino nieuw leven hebben gebracht in de oude stal. Ze hebben het gered van verval en bijna instorting en iets adembenemends en prachtigs gecreëerd. En de mensen die twijfelden aan de familie lachten niet meer. Ze konden niet geloven in de transformatie die ze hadden gezien. Van een vervallen, vermoeide oude stal naar een moderne, luxe, prachtige woning. Ze zagen hoe geweldig het pand er nu uitzag, nu het compleet was. En verbaasden zich niet alleen over het ontwerp van de plek, maar ook over hoe weinig het de omgeving had beïnvloed. Degenen die bespotten waren nu stil van jaloezie. Carlos en Camino wisten vanaf het begin dat dit het geval zou zijn. Maar de mensen die om hen lachten hadden geen visie en konden niet zien wat het broer- en zusduo kon bereiken in deze oude vervallen stal. Mensen die op het platteland wonen weten veel. Ze zijn op een andere manier slim, zei Carlos, terugblikkend op de hele ervaring nadat het project was voltooid. Ze leven in en rondom de natuur en leren ervan en omarmen het om te overleven. Deze mensen werken al duizenden jaren met de natuur, niet tegen de natuur in. En dat is precies wat we wilden doen met ons nieuwe gezinshuis. En ik denk dat we dat doel hebben bereikt. Nu is het jouw beurt. Wat vond je van dit ongelofelijke verhaal? Zou je problemen hebben met iemand die een oude, verlaten, vervallen stal gebruikt om een nieuw huis te creëren? Hoe zou je hebben gereageerd als je in de schoenen van Carlos en Camino had gestaan met al die pessimisten die je plannen naar beneden halen? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat zeker je gedachten en meningen achter in de opmerkingen hieronder.